heer Baudet. We staan nu in Den Haag, dat is de wereldhoofdstad van de tribunalen. Elke keer als je mensen hoort spreken over internationaal recht enzovoorts, net nog werd toegejuicht dat Zelensky of Oekraïne heeft dan nu aangifte gedaan bij het internationaal strafhof, wat een tribunaal is, tegen Poetin en de regering om hem heen. Dus D66 bij uitstek de partij die zaken wil juridificeren. Alleen wat het punt is, en daar laat Sjoerdsma zich diep in de kaart kijken, zij zijn alleen maar voor rechtsstaat en juridische oplossingen op het moment dat het hun rechtsstaat is en hun juridische oplossingen. En dat is natuurlijk ook wat hier gebeurt, dit gedweep met internationaal recht. Dank u wel. De Verenigde Staten houdt zich aan geen enkel internationaal recht. De NAVO is de grootste schender van het internationaal recht van de afgelopen decennia. Ik ga nu naar de heer Klaver.